Yo kijkers van Online Clips en welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Prison Architect. Goed jongens, welkom weer terug, gloednieuwe aflevering. Wat gaan we vandaag doen? Heel en heel erg veel te doen. Ik moet ook allemaal zelf doen, maar ik heb een groot probleem. Ik heb eigenlijk veel te groot probleem, want ik had natuurlijk de vorige keer heb ik iemand geëxecuteerd die, ja, nog niet door de staat is goed gebeurd. En als ik dat nog één keer doe, dan kan ik het wel vergeten, dan ben ik ontslagen. En dat moet ik natuurlijk dus niet hebben. Dus we gaan er alles aan doen omdat ik niet word ontslagen. Oké. Zoals je ziet zijn er veel mensen bezig. Sommigen gaan luchten, sommigen gaan werken. Sommigen hebben zelf doorgesloten. Maar nu heb ik dus wel een probleem, want ik heb nog geen dagrooster. Ik bedoel programma's. Kijk, het hele programma is dat nog helemaal leeg. Dus dat moet ik even nog allemaal erin zetten. Veiligheid is goed in de werkplaats. Nog een. Oké. 8 tot 10, 6 tot 8. Oké. 6 dus van 8 tot 10 komt er eentje, 10 tot 12. Van 1 tot 3. En dan zien we wel verder komen. Kok, keuken. Die kan weg. Die kan weg van 1 tot 3. Van 6 tot 8, dan kunnen we die weg van 1. Dan hebben we tot 3. Dan hebben we 2 werkplaats. 8, 10, 10, 12. Dan heb ik maar 3, 8 tot 10. 10 tot 12 kan weg. 6 tot 8. En weet je wat anders doen? Dat we een andere keer dat we dan vandaag even geen dingen hebben. En dan kijken we hoe ver dat we komen. Dan gaan we even kijken naar logistiek. Iedereen. Deze. Er was wel die helemaal gevuld. Dit, oké. Dat is mooi, dan kunnen we ook. Patrouilles weggaan. Haal ik weg. En dus een aantal mannetjes vrij. Zie je?
Dus moeten we iedere dag gaan wachten. Oké. Drie mensen maar, oké. Ik denk dat we over een uur twee mensen gaan eten. Ja, dan denk ik dat ik toch maar wat programma's in ga zetten, jongens. Nu moet ik, weet je wat, ik ga eerst even opschrijven wie er allemaal moet werken van hoe laat tot hoe laat. Dat is denk ik het beste, hebben we. Een plaatje dat hebben we, anders kom je niet verder. Werk. Werk. Oranje. Van 8 tot 11. 8 tot 11. Oké. Grijs. Grijs van 1 tot 4. Rood. Rood van 6 tot 9. Ja. Oh, er zijn dus 4 uurtjes. Prima. Dan gaan we het eens doen. Sommigen hebben al eten. Hebben sommige vrije tijd en nu werken hoor. Dat is heel fijn. Kijk. Ik zijn er al heel veel mensen al bezig. Maar dat jongen, die kunnen natuurlijk gewoon in de kantine maar gaan doen. Gewoon voor eten. Oké. Dan heb ik nu ook meer tijd dat er wat werknemers zijn. Dan gaan we nu de programma's indelen. Oké. We gaan de voorman van een werk. Het kost wel allemaal geld. Hoeveel kost het? Het kost 100 euro per season. Nou, dat is niet zo ram als bijvoorbeeld 1000 euro weggaat. Oranje van 8 tot 11. Van 8. 8, 19. Oké. Okay. Van 10 tot 12. Dat gaat dus niet. Van 6 tot 8. Dan heeft hij de middelste niet. Van 8 tot 10. Van 1 tot 3. Als het goed is, is de werkplaats nu allemaal ingezet. Ik ga pas, oké. 8 tot 10, dan kunnen we deze weg doen. 1 tot 3. Dat blijft. Dan kunnen we 8 tot 10 wegdoen. Veiligheidsinstructie. Keuken niet doen. Van 8 tot 10. Van 10 tot 12. Zie je, dan zet hij in één keer weer de werkplaats anders. Dus dat klopt helemaal niet echt.
10 tot 12. En wie werkt van 10 tot 12? Niemand. Gaat er iemand om 12 uur werken? Gewoon verkeerd afgeschreven. Volgens mij heb ik het verkeerd. Om 7 uur is het of dan 8 uur, dan beginnen ze tot 12, 8, 9, 10, 11. Maar goed. Nu zijn we klaar. Nu komen we de rest ook naar de kantine. Maar eten, dat zat er bijna niet op. Dat was een beetje gek, maar goed. Ik snap daar helemaal niks van, weet je dat nu? Acht uur tot om 12 uur beginnen ze en dan stopt ze ook om 12 uur. Om 8 uur 7 uur douchen en om 8 uur stoppen ze met douchen en om 8. Dus dan moet het 8 uur, 8, 9, 10, 11 uur. Dan is dit eigenlijk op het einde 9 uur. Van 8 tot 12. Oké, nou ja, weet je wat, dat regel ik wel een keer. Dat hij werkelijk een van de agneten. Hij wil het meedoen. Dus. Nu kan het terras veel gaan werken. Dus wat we doen, even alles eruit, even helemaal alles eruit. Dan doe ik hier eerst heel even een grondelijk onderzoek. Dat is echt even een grondelijk onderzoek. Dan zoek iedereen maar even. Messen gevonden, ja, van alles wordt hier gevonden in de kantine. Ik moet dat zo dat het al hier open laten staan. Hier allemaal geen kamer, omdat
Doe dat maar even zo aan. Kom, kom op de hoge werkstafel. Weer klaslokaal. Klaslokaal. Keuken 8 PM. Wat? 8 PM, dat betekent 's avonds. 8 tot 10 dan. Tot dit? 8 tot 11, oké. Deze van 10 tot 12 kan weg. 10 tot 12 kan weg. 1 tot 3 kan blijven. 1 tot 3 kan blijven. 1 baas onderwerp van 1 tot 4 mag ook blijven. Keuken kan weg. 6 tot 8. Is er? Goed is, keuken ook 's middags. Ja, als het goed is, is de werkplaats prima. Lerarenklaslokaal. Zie je, voor het algemene onderwijs. Kan het nu wel goed inzetten. Het klopt weer niet. Werkplaats, keuken, klaslokaal. Keuken. 10 tot 12. Keuken en werkplaats uit. Klaslokaal. Keuken. Nou, alleen maar klaslokaal. En dan hebben we de keuken en werkplaats niet. Keuken 8 tot 10, 6 tot 8, 3 tot 5, 1 tot 3 is prima, 1 tot 4 is prima werkplaats, keuken 10 tot 12 kan er ook uit, keuken en als het goed is, staat het dan nu goed in? Ziekenboek, psycholoog. Dat is niet goed werken. 8 tot 10. Prima. Is de keuken er weer uit? Jongen, ik word hier misselijk van. Weet je wat ik doe? Ik denk dat ik dit even offline ga doen. Dat jullie dit gewoon niet merken, want... dan zoek ik dat dan wel even zelf uit. En dan zou ik denk er eerst even alles er zelf in. Dat is denk ik het beste. Het eten. Het gaat best wel goed. Blijkbaar.
Als er maar eentje in de keuken komt, dat ik niet zoveel. Trillen. Dan komt dat er niet zoveel maar zijn gevallen zitten. Oké. Ja, maar goed. Dat moet ik misschien doen. Staat er trouwens nog niet het personeel? Nou, dan moet je zo doen. Personeel. Dit. Hier kunnen we wat gevangenen in. Daar komt voldoende geld voor. Ah, dus ik denk jongens dat ik het nog moet gewoon ik onderzoek moet doen. Hè? Ik houd al bijna een stap uit. Nu heeft even iemand geen werk. Dus ik moet het echt zien te krijgen. Maar ik denk dat ik het komt wel goed. Ik ga daar eigenlijk toch even op een papiertje zetten. En hoe anders. Waarom zoveel afval? Waar komt die allemaal vandaan? Volgens mij van hier, hè? Denk ik. Moeten we hier nog wat gevangenen? Ik denk jongens dat we 96... 95... Daar zijn 90. 89. 96. Oké. 94. 95. Ja, nou, het is 9000, dat is niet zo. Heel erg veel, maar maakt niet zo. Omdat die gaan werken. Dan moet ik even kijken naar de loopziek. Ah, kijk, hier zijn al veel mensen aan het werk daar ook. Hier zijn er weer twee die komen werken. Winkel niemand, maar. Even. Nou, ik denk dat het zo goed is, jongens, dat we alles verdelen in dagen. Dat is prima. Alleen dan moet ik nog de programma's nog allemaal aanpassen, maar
Dat komt goed. Ik ga denk de hele dag gewoon zo van mensen even op een papier zetten, dan weet ik ook precies wanneer wat ze hebben. Maak het ook even op papier. Dat is denk ik wat handig. Mag nu een groep me door eten. Er zijn nog wel mensen die door aan het eten zijn, maar dat is niet zo lang. Dan zult dat ook niet veel raden komen. En ze zijn nog niet klaar met... Ik ga het even versnellen, want dat is niet goed. Oké, iedereen gaat bijna de kantine verlaten. Kunnen ze de hele kantine niet van opruimen. Nou. Min 45.000. Dat is ook nog best wel veel. Maar goed. Oké, iedereen gaat nu slapen. Ik vind het bijna een hele dag nodig om... Je hoort dat er dadelijk heel veel mensen aan het zijn die... Oké. 2000. Boah, dat duurt echt heel erg. We zijn bijna een half uur bezig. Oké, het is klaar. Nou, er zijn heel veel mensen bezig. Kijk, dan is de was ook goed. Geregeld. Oké. Zie je dat? Dan hebben ze het niet meer heel erg gezet. Klopt. Wat ga ik dus dadelijk even straks een scherm van vrije tijd een keer doen? Even aan die dagroos. Die kunnen jullie niet zien. De programma's erin zaten. Want natuurlijk moeten we ook aan het programma... Er zal wel iets niet kloppen wat iets raars is. Maar goed, kijk eens. Ik ga het dan maar hier zo bij je laten. Goed. Zo. Kijk eens. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En tot maandag dan maar weer, jongens. Mazzel!